Contractverlenging van de trainer, ja, je kan er maar vroeg bij zijn. Ja, waarom niet? Wat goed is, dan moet je proberen zo snel mogelijk vast te leggen. En wij hebben natuurlijk ook daar onze redenen voor waarom we dat doen natuurlijk. Wat zijn die redenen? Nou, allereerst, we zijn 2 jaar geleden begonnen, Henk Vreese en ik. En we hadden een doelstelling van in het eerste jaar promoveren. Zorgen dat er meer publiek komt. En het tweede jaar, wilden we ons handhaven. En dat hebben we ook gerealiseerd. Nou, het derde jaar wilden we eigenlijk een stap maken als een stabiele Eredivisieclub. Het geval is alleen zo dat ja, door de gezien de situatie corona, dan moeten we een pas op de plaats maken. En hebben wij dit jaar weer als doelstelling zorgen dat we in de Eredivisie blijven. Maar even daarop terugkomen. Het eerste jaar is natuurlijk heel goed gegaan, gepromoveerd. Ja, volle stadions, hoop sponsors erbij gekregen. Het tweede jaar Eredivisie gebleven. En heel veel spelers hebben zich geweldig ontwikkeld. Kijk naar Appie Haroui, maar ook de verkoop van Dervis Sokol en Ache. Een reden te meer om te zeggen, we gaan met Henk Vreese door om hoop en rust te creëren. Wij spraken elkaar in februari bij het tennistoernooi. Dat was nog een heel andere wereld dan nu. Het is kort geleden, maar ook weer heel erg lang. Toen zei je nog van ja, kunnen wij Vreese wel behouden? Er wordt al een beetje aan hem getrokken. Ja. Speelt het ook echt een rol, ja, dat de wereld nu gewoon anders is dan in februari? Nou ja, het is ook zo. Het is zo dat ik niet gehoopt, wel verwacht dat hij weggekocht of weggehaald zou worden. Nou, dat is nu niet het geval. En wij gaan er in eerste instantie vanuit van, wij kijken eerst naar onszelf. En mocht het later wel zo zijn, dan weten we in ieder geval dat er wel wat tegenover staat. Ja, wel mooi denk ik ook bij Sparta. Je hebt jaren gehad, dan was er weinig stabiliteit wat betreft die positie. Ja, dat is wel een anders nu. Ja, nou, dat is denk ik op dit moment een van de krachten van Sparta. Sparta was in het verleden natuurlijk een vergaarbak van trainers, op en aan, onrustig. Wij zijn heel duidelijk in de zin van, wij hebben een doelstelling. En dan moet je je afvragen, ja, graag zo'n trainer mee met die doelstelling. Als ik tegen Henk Vreese gevraagd had, met dit elftal moet je Europees voetbal halen, dan had hij gezegd, dat teken ik niet. Maar dit is gewoon een heel realistische doelstelling. Ten slotte, als we jou voor de camera hebben en we zitten in de voorbereiding, ja, dan ontkomen we er niet aan om eventjes een update te vragen. Hoe staat dat ervoor? Kunnen Spartanen nog veel verwachten of heb je het gevoel, nou, ik ben wel eens een beetje klaar? Het probleem, wij zijn denk ik wel klaar. In die zin, we willen best nog 1 of 2 spelers bij je halen. Maar dat moeten we even afwachten hoe de financiële situatie zich voordoet de komende maanden, komende weken. Maar een aantal spelers zijn er nog niet bij, net zoals Harouche. En nu vandaag Vriends en Pinto. Maar als die zich dadelijk volledig aansluiten, hebben we best wel een goede groep. Maar we moeten natuurlijk niet te veel blessureschorsing krijgen. Dat wordt wat moeilijker. Maar de huidige groep is niet minder als vorig jaar.